zijn een beetje gaan fantaseren, een beetje tekenen. En uiteindelijk dachten we van ja, eigenlijk moet het gewoon doen. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door het slaapidee van beddenspecialist Verkade. Inzicht in uw slaapgedrag. Wat is een tiny house? Een heel klein huisje, in ons geval ook verplaatsbaar. Die van ons is 21 vierkante meter en wij zijn volledig off-grid. Eigenlijk een klein huisje. En ik persoonlijk denk dan aan een huisje tussen de 20 en 30 vierkante meter. Voor ons betekent het ook een zelfvoorzienend huisje en een verplaatsbaar huisje. Voor ons is less is more. Het heeft ons heel veel vrijheid gegeven. Minder ruimte betekent minder onderhoud. Maar het maakt ook alles simpeler. We hebben heel veel spullen weg moeten doen en we zijn eigenlijk ook achtergekomen dat we ook niet zoveel spullen nodig hebben. En dat is eigenlijk heel erg fijn. We woonden eigenlijk al heel klein en dat was een beetje gedwongen en daardoor kwamen we op het idee. En zijn een beetje gaan fantaseren, een beetje tekenen en uiteindelijk dachten we van ja, eigenlijk moet het gewoon doen. En met alle kennis van toen, zeg maar, zijn we gaan bouwen. En ja, we zijn er heel tevreden mee. We hebben gewoon echt niet zeer veel ruimte nodig. Wat daarnaast bijgekomen is, is dat zelfvoorzienende. Dat blijkt heel erg goed te werken. En dat is eigenlijk een hele mooie manier van leven. En het is ook anders dan het standaard. En dat is ook best wel interessant. Je bespaart ook veel omdat je off-grid bent. Dat zorgt er ook wel weer voor dat je heel veel dingen gewoon zelf moet regelen. Dus je bent wel... In een week bijvoorbeeld wel veel meer met het onderhoud bezig of met praktische dingen bezig om ervoor te zorgen dat alles gewoon door kan lopen. Maar dat is ook wel weer de uitdaging eigenlijk. En als mensen dan in een tiny house willen wonen, wat kost het dan om zo'n huisje te bouwen? Het verschilt een beetje. Ik zeg altijd tussen de 40.000 en 60.000 euro. 60.000 euro, dat is een beetje waar dit huis naartoe gegaan is. En dan ben je wel 100% zelfvoorzienend. Daar betaal je gewoon rond de 10.000 voor. Maar je kan ook gewoon tweedehands onderdelen gaan kopen. En het is heel afhankelijk van, ga je hem zelf bouwen of laat je hem bouwen? Zou je het een ander aanraden? Ja, zeker. Ja, het moet je liggen. Je moet het ook leuk vinden. Je moet het ook... Ik heb het voor natuurlijk dat Tim heel erg technisch is en dat hij ook heel veel technische dingen kan doen. Maar ik vind het wel heel leuk om mee te helpen. En ik denk ook dat ik het bouwen van het huis zelf ook wel echt het allerleukste van het hele project vond. En jullie zijn hier de enige in Noordwijk. Hoe komt dat? Het is een lastig traject. Aan de ene kant heb je het bouwen van het huisje. Het tweede grote probleem is eigenlijk locatie. En locatie, dat is echt waar alle energie in gaat steken van hoe kom je aan een plek. Want iemand kan jou een plek aanbieden, maar dan moet het ook wel mogen. En dan kom je in de regelgeving. Want een tiny house valt een beetje tussen het wal en schip. Het is geen huis, het is geen woonwagen, het is geen caravan. En ze weten niet precies wat ze daarmee aan moeten. Dus het is heel veel lobbyen, heel veel communiceren met de gemeente. Want daar heb je vaak mee te maken. Je wilt op een stukje grond van de gemeente. En dat is waar alle energie in gaat zitten. En dat is ook dat is onzekerheid. En dat is waarom heel veel mensen ook niet de stap nemen om te gaan bouwen. En wij zijn gaan bouwen. En ook naïef, zo van een plekje lukt ons wel. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Maar die stap moet je dan wel nemen. En dat is een beetje een uitdaging en een risico. En dat is de reden waarvoor veel mensen het uiteindelijk niet doen. Maar voor jullie is het waard geweest? Ja, super. Dus, we wonen hier nu 2,5 jaar in. 2,5 jaar gewoon zelfvoorzienend. Blijkt gewoon echt onwijs goed te werken. Niet te klein. We hebben nooit zoiets van, nou, we hadden een kamer extra gehad. We zitten nu op een mooie locatie. We zijn heel erg blij mee.